Hey, goedenavond. Wat doe je als het buiten koud begint te worden en donker? Dan ga je naar het theater toe. Ik ga vanavond naar Sprakeloos in Islemunde. Ik ben heel erg benieuwd. Volgens mij een mix van spoken word, muziek. Wordt vast heel erg cool. En ik ga lekker naar binnen toe, want het is koud buiten. Hallo. Hallo. Dankjewel. Altijd een andere locatie. Dit is de eerste keer dat we in Theater Islemunde programmeren. We hebben altijd een nieuw genre wat we programmeren. Vandaag is dat de dame achter de harp. Waarvan raak jij sprakeloos? Goeie. Mijn pa zei dat een keer heel mooi, er is hoop. Wanneer je de kids zichzelf ziet zijn en dat je denkt van daar mag ik aan bijdragen, van daar word ik heel gelukkig en stil van. En dan weet je, het begint bij kids, maar ook van artiesten die zichzelf ontdekken terwijl ze 32 zijn. En dat wij hun kunnen stimuleren met wees lekker die artiest. Weet je, wees het, doe het, durf het. Wat vinden jullie ervan? Oh, wat heel vet. Wat maakt het zo vet? De variatie en alles. Vraagje aan de kijkers thuis. Wat heeft Rotterdam toch met kabouters? Want ik kom hier en... Het niveau is gewoon hoog. Ik zie dat de kinderen veel plezier hebben, ik zie dat de kinderen genieten. Dus ik zou inderdaad zeggen dat wij voor opkomende artiesten zijn. En dat houden we in balans door af en toe een gevestigde artiest ook uit te nodigen. Stel, er zit nu zo'n opkomend talent te kijken. Neem een filmpje op, zet het online. Nodig je vrienden uit en laat je kunsten zien. Kom naar open mics, we hebben altijd een open podium. Maar ga het gewoon doen. De sprakeloos typisch Rotterdamse cultuur? Voor mij wel, ja. Mensen noemen het diversiteit, mensen noemen het vernieuwing. Maar dat staat niet in onze plannen, wij doen gewoon. En we merken dat daar jonge Rotterdammers op afkomen. Dus kunnen we zeggen, het is echt voor jonge Rotterdammers. Vanuit het hart. Als jullie hebben genoten, zo dan om als dit een vlog is. Okay. Wow, open Rotterdam. Ja. Bedankt dat je hier was, heb ons gefilmd. Beneden.